Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb me even klaargemaakt. Ik zit een beetje frisjes uit. Ik ga zo even langs het tankstation om te tanken. Mijn hele auto is leeg. Ik zou denken dat je minder benzine zou gebruiken deze dagen. We gaan echt heel vaak naar kantoor en die is niet om de hoek bij ons. Dus ik moet best wel vaak nog tanken. En ik ga vandaag naar Amsterdam. Ik ga even naar een vriendin toe die alleen woont. Ik ga er even heen en we gaan onze nagels gewoon samen even fixen. Het ziet er allemaal niet uit. We hadden allebei zeg maar van die nagelsetjes gekocht. En zij had alles gekocht behalve de elektrische nagelvuil. En die heb ik dus nu meegenomen. En we gaan elkaars nagels gewoon een beetje fixen. Ik heb ook nog beloofd om gezond voor mij te koken. Echt heel erg schattig. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ja, dat is een beetje de planning van vandaag. Jongens, mijn eerste koffie van de dag. Heerlijk. Guys, ik weet niet wat het net was. Maar ik ben echt over iets heel hards heen gereden. En ik hoorde echt een heel harde klap. En ik ben gewoon bang mijn banden te gaan begeven. Maar ik rijd gewoon echt even door. Want dat is echt het laatste waar ik zin in heb nu. I want a boyfriend. There's a fine line between. I want a boyfriend. Again. I want a boyfriend. Ik ben nou bij Emily aangekomen. En ze vroeg me wat ik wou drinken. En ik zei koffie natuurlijk. Maar zij kan gewoon Turkse koffie maken. Ze gaat echt heel schattig Turkse koffie voor mij maken. Kijk haar dan. Kijk haar. Zo'n schattige keukentje. Kijk, dit zijn de spullen die zij heeft. Kijk, zij heeft eigenlijk alles wat ik niet heb. Want ze heeft dus allemaal van die gel lak. Maar ook echt zo'n primer en een base. En zo'n shine, weet ik veel wat. Maar ze heeft dus echt letterlijk alles wat ik niet heb. Dus dat komt mij echt goed uit. En geen grap, want volgens mij is jouw lamp dus echt 10 keer beter dan die van mij. Ja man, die van jou is zeker beter. Want die zit hier ook de seconde en zo erop. Dat heb ik allemaal niet. Kijk dan. Dankjewel. Kijk hoe schattig zij is. Ze heeft dus Cola Zero speciaal voor mij gehaald. Ze gaat nu eieren maken met sucuk voor mij. En ze heeft ook nog helemaal speciaal voor mij gezond gekookt. Kijk, 1 keer. Zo schattig ben jij. En linzensoep. Oh mijn god jongens, wij zijn eindelijk klaar met onze nagels. Het is inmiddels echt al zo'n 6 uur of zo. En ik ben best wel vroeg vertrokken uit huis. Dit zijn mijn nagels nu. Ik ben wel echt heel erg blij mee. Echt gewoon lekker. Gewoon echt lekker natural. Precies wat ik wou. En dit is mijn andere hand. Het is echt mooi gelukt. Ik ben er gewoon blij mee. Oh, de zon schijnt echt zo fel. Nou jongens, zoals ik al zei. Nagels zijn gedaan. En ik ga nu weer lekker naar huis. Ik voel echt zo lief hoeveel moeite ze had gedaan. Ik ga even de zonscherm zo naar beneden doen. Hoeveel moeite ze had gedaan voor mij. Ze had helemaal gekookt en aan mijn dieet en zo gedacht. En dat vond ik echt heel erg cute. Echt schattig. Ik ben alweer een tijdje thuis. Ik heb even gestofzuigd en ik heb even een vaat in gedaan. En de vaat aangedaan. Wat moest nodig gebeuren? Ik heb trouwens een pakketje besteld. Die heb ik vandaag binnengekregen met Olaplex nummer 3 erin. Om je haar te herstellen en te verstevigen. En die ga ik even van de week even in mijn haar doen. Want het is echt zwaar nodig. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net gedoucht. En ik zie hier echt een dikke puist. Oh, hij is echt heel dik. Ik heb heerlijk gesport vanochtend. En ben daarna gaan douchen. Ik ga me zo even klaarmaken. Ik heb afgelopen dagen echt gewoon heel goed gesport, moet ik zeggen. Ook elke ochtend proberen te sporten voordat ik ging eten. Dus dat is echt heel erg fijn. En ik heb echt het gevoel dat ik er nu een beetje in zit. Ik ga nu even snel mijn haren doen en dan ga ik even aan mijn dag beginnen. Ik heb even mijn haar gedaan, me even omgekleed. Ik moet me alleen nog even opmaken. Wij krijgen dus zo even eten bezorgd van Ortam Barbecue. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Ortam Barbecue, maar ik ben er 2 keer geweest. 1 keer met mijn verjaardag en 1 keer vorig jaar en ik vond het echt heerlijk. Ik zweet proberen het te zetten en ik heb echt zo erg pijn aan mijn billen. Ik heb echt overal pijn door het trainen. Mijn armen doen pijn, mijn rug doet pijn, mijn kont doet pijn. Ik kan gewoon niks doen zonder dat het pijn doet. Wat ik wil zeggen, dit truitje is trouwens van Naked, zo'n crop truitje. Dus hij komt tot met hier. En hij zit eigenlijk best wel fijn. Ik laat de voordeur altijd open zodat de katten heen en weer kunnen lopen. Anders gaan ze heel dat janken. En dan kan ik niet mijn ding doen. Ik ga mezelf even snel opmaken. Nesim is onderweg. Hij was even naar de mediamarkt omdat hij wat nodig had. Hij wil namelijk een webcam kopen. Maar dat is nu dus helemaal uitverkocht. Echt zo raar dat webcams nu gewoon helemaal zijn uitverkocht tijdens corona. En mensen maken daar dus heel veel gebruik van nu. Nesim is dus morgen jarig. En ik baal er echt van. Want ik vond het al heel erg moeilijk dit jaar om een cadeautje voor hem te halen. Want hij wil echt niks hebben. Maar ik wou hem dus dit jaar een vakantie als cadeau geven. Gewoon zo'n leuk tripje. Nieuwe avontuurtjes en zo. Daar had ik gewoon echt heel veel zin in. En ik wist eigenlijk niks anders. Want die jongen heeft alles al. En hij wil echt letterlijk niks hebben. Dus ik baal ervan dat het nu tijdens corona valt. Want ja,
tripje kunnen vergeten. Het was eigenlijk de bedoeling dat we eind dit jaar in Bali gingen wonen. Maar ja, goed. Ik denk dat dat niet meer doorgaat. Zo, ik ben klaar met mijn make-up en mijn haar. En inmiddels is Nessie weer aangekomen. Onze jarige Job bijna. Yeah! Wij gaan nu even snel hier een beetje opruimen. Ik moet nog de vaart doen. En we moeten weer dozen opruimen. Weet jullie nog, bij de vorige vlog dat wij dozen aan het opruimen waren? Nou jongens, update. Dit zijn onze dozen weer. Gaat niet goed, hè? Gaat goed. Ik wou jullie even een mini-unboxing laten zien van wat ik laatst bij de Hema heb besteld online. Ik heb dus een vaas besteld. En ik dacht dat hij heel klein was, maar hij blijkt niet echt mega groot te zijn. Dat had ik niet verwacht. Dus heb ik maar deze neppenbloem erin gedaan. Ik wou hier eigenlijk tulpen in doen. Maar ik ben er toch wel blij mee, want hij was echt maar 5 euro of zo. Ik heb happy birthday kaartjes voor Nessie gekocht voor de taart. Ik heb ovenschaaltjes gekocht, want die voor mij waren echt helemaal verpest. Ik heb een witte set gekocht. Zo'n kleintje en zo'n grote. En daar ben ik ook heel erg blij mee, want ze waren in de actie. Yay, dat was mijn mini unboxing. Wij gaan opruimen, dag. Jongens, wij zitten gewoon te discussiëren over wat voor taart we gaan bestellen voor morgen. Wij hebben echt niet dezelfde smaak als van taart gaan. Maar het is zijn verjaardag. Zij mag het bepalen, anders was ik echt boos geweest. Klopt. Wat voor taart wil jij? Oh, die ik echt zou willen. Echt uit de grot van mijn hart. Ja. Een knopperstaart. Dat is één gekke idee. Oh. Het klinkt niet eens slecht. Het klinkt echt lekker. Als een Bueno taart kan, dan kan een knopperstaart ook. Ga erin dan. Nou, Nini, je hebt alles verpest. Wou er echt heel graag in springen. Ga er maar in. Ga er maar in. Goed zo. Ga in de douche. Ga in de douche. Ga in de douche. Ja. Oei, leuke ding, leuke ding. Nou jongens, voor als jullie denken van wat is het voor een raar shot, ik heb hem gewoon zo gefilmd. Nessie heeft dus een nieuwe standaard gekocht en ik moest hem per se uitproberen van hem. Maar hij heeft dus bonbons gekregen van Puma en de helft zijn op. En zijn echt van die heel speciale bonbons. Kijk maar, ze zijn echt heel mooi gemaakt. Ik ben wel eerlijk, man. Ik heb eentje in mijn mond gehad. En die was raar, hè? Maar die smaakte ook raar. Er zijn echt heel rare dingen erin verwerkt. Welke wil jij vandaag? Ik ga het proberen. Verras mij en dan ga ik kijken hoe ik reageer. Oké. Okay. Kijk. Ik vind deze bronzen chocola er echt heel mooi uitzien. Kijk één keer hoe mooi, jongens. Zo, ik vind het meer een Nessim chocola. Ik ga hiervoor. Maar niet helemaal in mijn mond doen, voor ja, de helft. Doe dan. En? Eeuw! Oh. Hij ziet van binnen zo uit en ik weet niet. Wat is dit voor smaak? Ik weet niet, maar zelf, please. Je hebt ook niks van drinken voor me meegenomen. Oké, okay, proef deze dan. Deze is wel lekker volgens mij. Hè? Mm. Oké, okay, deze dan. Nou? Ja, niet vies. Maar ook niet lekker. Wat is dit? Die nasmaak. Huh? Wat is het? Die vorige was wel lekker. Waar is die vorige? Geef die vorige maar. Deze, die gouden. Ja, geef die maar. Oh, munt. Oh, en die bronzen zat munt in. Dat vind ik wel lekker. Dan ga ik deze proeven. Wat is dit? Nee, maar je moet wel proeven. Dat is lekker. Het is niet vies, maar het is heel raar. Wat is dat? Mm. Ja. En dan deze, deze. Oh, maar dit is heel belangrijk. Wacht even. Dit moet je echt eten. Moet je echt één. Hij is goor, hè? Nee, maar nee, je moet het wel proeven. Kom op, doe niet zo. Dit is een smaak naar champignon, man. Dat is pittig, wat is dit? Wat geen respect voor mij. Nou jongens, wij gaan richting de supermarkt om de laatste dingetjes te halen. Het verschil tussen mensen die wel geloven in corona en niet. Ik geloof er wel in, dus die echt allemaal dingen te hebben. Ik geloof gewoon niet in jouw masker, dus iets anders. Wij gaan pre-birthday dingen halen voor Nessie. Nou jongens, onze grote bestelling van Ortam is dan binnen. We hebben het net gekregen, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal eruit ziet. Ja. We hebben van Ortam Barbecue in Rotterdam, hebben wij dit gekregen. Ja. En we mochten zelf een bestelling plaatsen. Wat hebben we allemaal besteld? Ik heb vis besteld, dus garnalen en zalm. En Nessie heeft ossenhaas besteld. En dan hebben we ook nog maiskolven erbij, we hebben friet, we hebben brood, we hebben rijst.
We hebben hier, denk ik, sausjes voor op de ossenhaas. Ja. En of course, mezze en baklava. Op het einde. Hallo allemaal, daar zijn we weer met een heel andere fragment. daar waren ze de mukbang vandaag aan het opnemen, maar dat was dus helemaal verkeerd gegaan. We hebben het voor de helft niet eens opgenomen. Dus we gaan nu een birthday mukbang doen in mijn vlog. Het is bijna 12 uur. Okay. Het is birthday, ik ben al wakker. Oh yes, yes, you're getting old. We hebben een appeltaart. En, wat is dat? Nee, het is een appelkruimelvlaai, toch? Appelkruimelvlaai. Staat erop, even kijken. Ja, oh, lekker. Appelkruimelvlaai hebben we hier. En we hebben hier een aardbeienvlaai. Nessie wou per se een vlaai. Dus we zijn naar de appie gegaan. We hebben allemaal snacks en zo gekocht voor vandaag. Oh, wat leuk. Is de taart van Nessie? Oh, wat leuk. Kom maar, jullie. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Nu moeten we even weer al die troep weggooien. Hap. Wil je laten zien eerst? Kijk dan. Kijk dan. Welke wil je eerst proeven? Ik ga voor de appel. Oké, ik ook. Als eerst. Proost, Danny. Hey, meer op een mooi jaar, los van corona en zo. Op een mooi jaar? Op een mooie verjaardag, nog nooit zo'n saaie verjaardag als dit jaar. Proost. Heerlijk. Kom, we gaan de aardbeien proeven. Ik vraag me zeg maar af wat andere mensen doen tijdens, op hun verjaardag tijdens quarantaine. Dat valt ook. Je kan letterlijk niks doen. Mm-mm. Oh mijn god. Is die lekker? Die aardbei? Echt? Echt niet normaal lekker. Nee. Oh. Shit. Oh, hij is echt lekker. Oh. Ik ben echt blij dat we deze hebben genomen. Heel spannend dit. Hij is echt lekker. Mmm. Het is echt lekker, hè? What the fuck? Oh, die bodem is heel krokant. Best birthday ever! Yes, yes, yes. Ja, ik heb erover nagedacht. Deze moet je van je hand eten. En ja, vind ik ook, want dat kan niet, hè? Ik zat erover nagedacht op jouw verjaardag. Toen dacht ik ook al, wat kan ik in godsnaam doen? Kijk, moet ik heel eerlijk zeggen wat ik jou als cadeau wou geven? Wat dan? Ik krijg je nog steeds maar in een andere vorm. Ik had dit jaar gepland dat ik jou een vakantie zou geven. Oh. En wat wij hadden al eerder over gehad van we willen niet meer echt cadeaus voor elkaar kopen. Ja. Vooral niet van die nutteloze dingen. Die van ervaringen voor elkaar kopen. Maar we houden het gewoon met elkaar op avontuur te gaan. Ik had het in januari, dacht ik, nee, het wordt echt een vakantie dit jaar. Ik wil niks anders doen, ik wil gewoon met jou gewoon weg, weet je wel. Het zou zo perfect uitgekomen zijn. Als die corona dan konden we echt op vakantie gaan. Echt wel. Ja. Dus. Misschien moeten we elkaar... in de toekomst, voor onze verjaardag, elkaar verrassen met een bestemming. Het hoeft ook niet zeg maar elke keer ver te zijn, maar gewoon als de citytripje of zo. Ja. Spullen heb je, maar dit, zeg maar dat joy momentje is heel kort. Maar een ervaring... Natuurlijk een paar minuten en daarna ben ik zelf. Ja toch? Oh man, happy birthday hoor. Mijn god. En zo op de bank zitten gaan wij Ozark kijken. Trouwens, de eerste serie dat we nu eerst samen kijken. We kijken nooit samen series. Ik zeg je eerlijk, ik geniet echt van dat moment, hè. Wat dat we gewoon met z'n tweeën naast elkaar liggen, zo te knuffelen en naar een serie kijken. Weet je hoe gruwelijk dat is? We zeiden net als een tijdje geleden, je moet naar Ozark kijken. Echt? Toen zei ik tegen, nou ja, sorry, maar ik vind het echt een kut series. Want ik hou niet van La Casa, ik ben... en zo. Yeah. Maar ik ben altijd zeg maar, wanneer mij een serie... te vaak wordt aangeraden, dan hebben we al geen zin meer om te kijken, omdat zeg maar, die hype is dan te hoog. Yeah. Dan ben ik bang dat het gaat tegenvallen, je weet toch? Maar dus nu als je dit kijkt, denk ik van, really? Ja, maar we zitten nu al bij aflevering 8, denk ik. 8, ja, we zitten er wel echt goed in. Ja, man. Ik moet wel eerlijk zeggen, soms een beetje dingen te langdradig. Ja, daar hou ik ook niet van. Maar het is wel gewoon echt een leuke serie aanraden. Jij wilt mij zeggen dat jij morgen opstaat en dit niet gaat aanraken? Dat denk ik wel. Maar ik ga ook een stukje naar de buurvrouw brengen. Ja, dat denk ik ook. We hebben een heel oude buurvrouw. Heel oud. We hebben een buurvrouw die is best wel oud. En die mag ook wel wat liefde krijgen, hè? Ja, toch? Met deze corona-tijden. Dus wel eentje van deze en eentje van deze is te veel voor haar, denk je. Ja, dat doen we allebei eentje. Ja? Ja, lekker. Dus moeten we al gebak rond gaan brengen bij iedereen. Ik was gisteren jarig. Voor iedereen, jalla. Hey, ga je me afsluiten geluid? Oh, wij gaan trouwens snacken. We hebben heel veel snacks. Yes, yes, yes. Wat heb je dan meer voor snacks eigenlijk?
Dat was het denk ik toch? Oh, dat was het! Ja, ja, dat is chips en taart. Nou, meer dan genoeg. En Snickers. Snickers ijs. Nou, dat was het jongens. Tot snel! Ik zie jullie morgen bij de verjaardag van Nessie. En dan komt de vlog ook gelijk online. Oh, gezellig. Zondag.